keer weer time out te liggen? We zijn daarmee begonnen 6 jaar geleden. Eigenlijk om het pesten bespreekbaar te maken. Het is eigenlijk naar aanleiding van de zelfdoding van een neefje van mij die erg gepest is. En ik had zelf het idee van, god, we moeten daar wat mee doen. We kunnen altijd iets doen. Dus heb ik een tegel ontworpen, tegel voor scholen, om de tegel te leggen, om iedere keer weer toch dat kinderen eroverheen lopen, dat het weer naar boven komt. En dat scholen het ook bespreekbaar maken. Want ik had de indruk dat het ook niet altijd besproken wordt op basisscholen. En daar zijn we heel druk mee bezig geweest met basisscholen. Maar we kregen de laatste tijd steeds meer aanvragen van voetbalclubs en ook sportverenigingen. God, kunnen jullie ook niet een tegel bij ons leggen? En daar zijn we nu mee begonnen. We hebben nu 10 amateurclubs uit Twente hebben we uitgenodigd. Om samen met een Heracles speler en Twente speler die tegel te gaan leggen. Ook om door bij voetbalverenigingen pesten terug te dringen. Heb het er maar over, maak het maar bespreekbaar. Dat is eigenlijk wat we graag willen. Het bespreekbaar maken. We hebben gedacht van waar kijken kinderen tegenop? Wat zijn helden voor hen? En wat een held doet, hè? Daar kijkt een kind tegenop en dat doen ze zo vaak dan ook. Dus en voetbalspelers zijn voor kinderen toch wel vaak helden. Dat merk je net de foto's maken ook. Ze staan al uren in te wachten op te spelen. En dat is gewoon alles voor een voetbalspelers. En als die op de poster staan en als die dat doen, dan volgen kinderen vaak ook wel.